over de rooien. Farley, goedenavond. Goedenavond. What is up? What's up? Ja, gaat hij lekker? Ja, lekker man. Ja, mooi. Wie gaan we in de zaak nemen vandaag? Schoonvader. Je schoonvader? Nice. Hoe lang... Ja, de auto's. Ja, hoe lang, ja, dat snap ik, dat het de ouders van je vriendin zijn, maar hoe lang zijn jullie al samen? Nu anderhalf jaar. Oké, okay, en ben je al vaak genoeg met schoonpaps op pad geweest en leuke dingen wezen doen dat je denkt dat hij dit wel kan hebben van jou? Nou, ik denk dat hij me morgen verzuipt. Want? Jullie gaan morgen samen zwemmen ofzo? Nou, nee, hij heeft me altijd verteld, als je een keer te ver gaat, dan ga ik met je vissen en dan kom ik niet meer thuis. Oké, oké. Okay, okay. Nou, die schoonvader heet Hans. Ja, en we gaan hem nu anoniem voor je bellen. Heel veel succes. Als je hem over de rooien krijgt, dan pak je de prijs. Je hebt anderhalve minuut de tijd. We bellen Hans nu. Ja. Succes, Farley. Is goed, dankjewel. Oké, daar gaat hij. Chantal. Hey, pa. Hoi. Hey, is het er gebeurd is? Nee. Ik moet naar het politiebureau, man. Wat dan? Ik heb net een ongeluk gehad met een meisje en die is met de ambulance afgevoerd. Ja, een oorschot. Een oorschot? Is echt, echt fucking kut. Ja, ik ben onderweg naar het werk, toch? Ik moet werken, het is donderdag. Oh ja. Echt. Wat heb je gedaan dan? Nou, ik heb het meisje aangereden. Maar dat is gewoon niet zo. En ik al gedronken natuurlijk, dus ik ben nu ik ben nu in mijn eigen auto, half-half, nog een beetje aan het halfwerk. Maar het is echt, echt kut nu. Ja, ik ben wel blij dat ik op de naam van Angelique. Hè? De auto stuk op de naam van Angelique, dat is echt kut. Ik waar, want ik sta je even gericht, want ik heb de televisie met je daar staan weer. Maar zijn dat de auto stapt naar van Angelique zeker? Ja, natuurlijk. Ja, dan maakt er niks uit. Nou ja, dat meisje ligt in het ziekenhuis, en dan? Hoe is het gekomen dan? Wat heb je gedaan dan? Nou, ik reed zeg maar, dat meisje reed, denk ik 40 of zo, en ik reed maar 130 deken langs. Ik werd gepakt door de aanklamplening en toen heb ik al die banen binnen. O jee. Is op een scooter of zo, of was dat? Wat? Nee, met de auto op de snelweg. Een auto op de snelweg gewoon? Ja. Oh. En dan moet ik even los opkomen dan, of gaan we dan ook om komen doen? Nou, ik moet nu bij de politie voorkomen, zeg maar. Tenminste, mee naar het bureau, zeg maar. Ik ben achter de politie, ja. Dus ik denk, bel even gelijk. Maar ik moet denk blazen, en ik heb gedronken, een paar biertjes. Oh, dat is niet slim. Dat is niet slim, nee. Nou ja, zolang ik ook hard probeer te stellen, maar ja. Ja. Dat gaat niet zo makkelijk, hè. Ik weet niet, ik ben over een paar minuten ben ik er al. Ja, Farley, dit gaat niet lukken, jongen. Nee. Even tussendoor. Verdomme. Hans, je bent live op radio. Het is een geintje. Je bent live op Radio 538. Kutzooi, ik ben boos, jongen. En het spelletje heet Over de Rooien. En hij hoopte jou eigenlijk heel boos te krijgen en dan prijzen te winnen. Maar ja, boos was het niet. Overigens, er is niks aan de hand, hè. Farley is veilig, hij heeft niet gedronken, geen auto-ongeluk, niks. Dat is jammer. Ja. Avondploeg.